Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Waar vroeger in de polders veel boeren waren met veel trekpaarden, heb je vandaag enkele leveranciers nodig die paarden aanvoeren voor het handrijden. Theophiel Habriels is één van hen. Zelf is hij viervoudig koning handrijden en nog steeds een grote fan. Voor hem is er niks mooier dan je eigen paarden onder de halg zien doorlopen. Ik ben Theophiel Gabriels van Hoevenen. En ik heb hier 12 paarden bij voor het ganzenrijden. Ze moeten rustig onder de galg lopen. Hè? In een rustige drap onder de galg, dan kun je het beste trekken. Maar Jenen en ik kan rijden, die laat dat paard vol taart lopen. Hè? En een oud paard is natuurlijk voor het ganzenrijden beter dan een jong paard. Hè. Die zijn braver. Hè. Een oud paard is braver dan een jong paard. Een jong paard die steken altijd zo nog wat kuren uit. Dat je geen aardig in hebt. Dat een oud paard niet meer doet. Nou, hier in de polder stonden wel 80 paarden. Ja, die zijn feitelijk gemokt voor zwaar werk, voor te trekken. Hè. Maar die tijd is voorbij. De tractoren zijn met de paarden verdrongen. Hè. Maar nu worden de paarden nog gauw weer folkloren en weer met koetsen te rijden en zoiets allemaal. Hè. En sommige in de Ardennen worden ze nog gebrokt voor de bosbouw, voor bomen uit het bos te slijpen. Dat een tractor niet door kan. Ja, en een voelke kweken, dat wordt ook gedaan. Hè. En momenteel zijn de paarden heel duur. Er worden er veel uitgevoerd naar het buitenland, naar alle landen van de wereld. Engeland, Amerika, Bosnië. Duitsland, Frankrijk. Ik heb altijd een hart gehad voor Brabanders, van kleins af aan. Ik heb veel jaren mijn boerderij met de paarden gedaan ook. Ik had het laatste paard van Wilmersdonk. Een grote sterke ruit. Daar ben ik drie keer koning geworden van de ganzenrijders in Hoevenen. We hebben eens gewist op drie dagen tijd had hem twee man koning mocht. Maar hij was wel bang. Hij trammelde achter zijn gat. Dat was hem bang. Dan moest ik hem goed vasthouden. Dat was een hele starke. De engste en de rand is een starke like een merrie. Hoi, Mia Stal. Bekend altijd. En die had dan heel goede voeten en heel goede benen. Dat is een belangrijk punt met paarden. Dat ze goede, zuivere benen hebben. Ze hebben 50 jaar gekweekt naar grijze paarden, bruinschimmels, met dikke poten, met veel haar op. En op den duur zagen ze dat ze verkeerd waren. Nu zijn ze terug naar dunnere poten aan het kweken. Want die vuil benen en dan hebben ze oksel en ze schuren dat open. En dan de vliegen erop en die leggen naaikjes. En dan op den duur, als je niks aan doet, kruipt er de maaien uit. En het aardigt over ook, die vuil benen. Dat is een van de grootste punten. En een paard heeft ook maar één maag. En die zijn wel gevoelig voor eten. Die kunnen ook niet alles geven. Een koe heeft 4 magen en een paard heeft maar één maag. En die zijn gevoeliger aan koliek, een paard. Er gaan jaarlijks onder veel paarden dood van koliek. Als die darmen in de kloop slagen, dan is het gedaan. Dan zijn ze dood. Daar heb ik al veel geluk mee gehad met koliek. Ik heb er nog maar een paar gehad en die hebben er dan nog doorgehaald. Die lopen heel het jaar buiten. Een paard staat niet geren op stal. En dat gebeurt dat ik eens naar een prijskamp ga. Ik heb over een paar jaar het kampioenschap van Vlaanderen een eerste prijs gehad met een zwarte oude merrie. En die loopt er hier vandaag weer terug bij de Niepgaanse. Ik heb er overlist nog 2 opgeruimd. Een van 23 jaar en half en een van 19 jaar. Die waren versleten. Ik heb al meer dan 1000 koeibeesten gehad. En je moet gaan er regelmatig opruimen, dat wordt wel gewoon zo. Dat wordt wel gewoon. Ik zie die geren onder de galg lopen.
Dat is het liefste dat ik zin, als ik die paarden onder de galg zie lopen. Maar gisteren hier, die gingen wel taarten. Die gingen in een storm lopen onder de galg. Die paarden hier bang. En die stress hè, van dat volk en die micro, hè, daar zijn die bang van. Hè. En ik hou van veel kleuren. Ik heb veel kleuren bij mijn paarden. Zwart, bruin, bruin schimmel, vos. De witte heb ik ook. Ah, dat is geen echte Brabant. Dat is meer een boulonnet. Een halve boulonnet. Gekruist met een Brabant. Ja, en dat is ongeveer 10 keer op een jaar het grensrijden is. Hè. En iedere keer zijn er daarbij. Hè. Ik heb 20 jaar mee gereden. Ik heb 4 keer een koning geweest. Ik heb lang record van oefenen gehad. Maar nou zijn ze me aan het inhalen. Hè. Met 4 zijn we al met 4. Vandaag of morgen wordt er een voor de 5e keer koning. Hè. Ja, dat staat in de belangstelling. Hè. Als je koning bent, dat staat in de belangstelling. Hè. En dan komen ze uit het jaar erop uithalen, dat kan zien. Hè. En de eigenste avond, like van de avond, dan worden gevierd als koning. Hè. In het lokaal. Er waren er al bij die het niet goed meer kost te verdragen dat ik koning was. Ja, zeg. Ik kreeg met mijn paard. Ik was een van de enigste die dat kostte. Die kinderen van binnen en van buiten. Dan had een handje voor. Hè. En dat was dan een grote. Dat is ook nog een voordeel. Dan kun je beter aan de kop van de gaas. Dat is ontstaan van de boeren. Hè. Vroeger jaren daar de boeren de gaas en de boerenzonen. En de boerenknechten. En jonge mannen die daalden met een boerzotte, die reden vroeger de gaas. Maar dat is allemaal veranderd. Hè. Er zijn bekend geen boeren meer. Hè. En er zijn bekend geen boeren meer en nog paarden hebben ook. Hè. Nou staan ze meer bij gewone mensen, hè, de paarden. Ja. De tijd veranderd. Hè. Ik heb de tijd meegemaakt zo, dat de paarden buiten vlogen en de tractors kwamen op. Dat heb ik nog meegemaakt. Ik heb nog geweten dat er hier in heel de polder nog 3 boerenpaarden stonden. 2 in Oeven en 1 in Staalbroek. En voor de rest stingen er geen meer, die waren allemaal weg. En dan moesten ze voor het gaansrijden waar gaan zoeken voor paarden. Hè. Dan waren ze nou wel paarden aan het vragen voor het jaar. Door dat gaansrijden zijn er hier terug veel paarden gekomen. En de welstand van de mensen is groter. En er zijn veel burgerij mensen die hetzelfde paard gaan houden. Maar voor 1 keer per jaar de gaans mee te rijden en zoiets allemaal. Of ze verhuren ze dan nog een paar keren, dat gebeurt ook. Het gaansrijden, dat gaat harder en harder alle jaren in de polder. Als je dat ziet, als je dat gisteren zag hoeveel volk er aan de galg stond bij de Niepgaans, dat was iets verschrikkelijk. Hè? En die paarden maken hun eigen bang met lawaai en het een en het ander. En van die micro. En op den duur, had dat wel lang duurt worden, is het mooi. Ik weet niet wat dat allemaal gewist heeft. Ja, ik weet niet. Als ik die er hard onder doorgingen, hoe had hij op dat paard bleven. Daar kan ik niet aan uit.